Sjaan, je speelt nu een jaar voor onze RKC. Hoe bevalt het tot nu toe? Bevalt me heel goed. Het is een club waar ik mezelf kan ontwikkelen, dus het bevalt me heel goed. En ja, we weten inmiddels natuurlijk wel hoe je bent als speler. Maar kun je eens omschrijven wat je in je vrije tijd veelal doet? Goh, in mijn vrije tijd doe ik eigenlijk niet zoveel. Ik studeer wel ook nog in België aan de U Hasselt. Dus in mijn vrije tijd ben ik aan het studeren of ben ik gewoon thuis met mijn vriendin samen. Dus, en wat studeer je? Handelsingenieur. Ik denk dat dat hier overeenkomt met technische bedrijfskunde. En wat spreekt je zeg maar zo aan in die studie? Eigenlijk heb ik ervoor gekozen om te studeren gewoon om buiten het voetbal ook nog bezig te zijn. En handelsingenieur ging het gemakkelijkste samen met voetbal. Dus veel theorie. Dus kon ik dan veel op mijn gemak zelf inhalen. En heb je het zeg maar gedaan met een idee van, hè, na mijn carrière kan ik dan hierin iets gaan doen? Of is het meer omdat je toch wel ook nog een beetje aan het studeren wil zijn? Niet direct met een idee van na mijn carrière iets te doen. Dat is natuurlijk wel handig. Dat je dan wel direct iets hebt waarmee je dan verder kan. Maar ik had niet direct het idee van, dat is iets met wat ik verder bezig wil zijn. Ik denk, nu concentreer ik me liever gewoon 100% op voetbal. En in mijn vrije tijd probeer ik mezelf op andere vakken te ontwikkelen. En dan zien we wel na mijn carrière wat het geeft. Ja, je sprak net al even over je vriendin. Toen je hier kwam spelen, woonde je samen met David Min en Paul Kwasten. En woon je nu dan samen met je vriendin? Of? Nee, mijn vriendin studeert zelf ook nog. Dus het is een beetje moeilijk om dan samen te wonen. Zeker omdat zij dan wel vaker naar de lessen gaat en ik meer op mezelf doe. Maar ik woon nog gewoon samen met David. Paul is nu vertrokken. Dus, maar mijn vriendin komt wel regelmatig langs en dan blijft ze hier wel een tijdje en dan gaat ze terug naar huis. En bood dat een beetje tussen jou en David? Ja. Ik denk, we zijn beide twee heel rustige jongens. Heel chill. Dus het bood echt wel goed, ja. Ja, wat doen jullie bijvoorbeeld samen? Wat doen we samen? We koken wel eens samen. En dan eten we vaak ook meestal in de avond samen. En dan kijken we ook een serietje zoals... Nu waren we bezig met Love Island UK. Dus daar waren we dat aan het kijken, zeg maar. Wie is de beste kok van jullie? Ja, ik denk wel dat ik van mezelf mag zeggen dat ik de betere kok ben. Wat maak je bijvoorbeeld? Dat varieert. We maken wel eens risotto of een gewone pasta, maar proberen ook gewoon een beetje creatief in te zijn en wat te variëren. Dus wel basic, maar gewoon telkens een beetje anders. Ja, leuk. December is natuurlijk de maand van de feestdagen. Hoe ziet jouw kerst eruit? Ja, dus... Mijn kerst ziet er normaal heel druk uit, omdat ik een vrij grote familie heb. Maar ja, nu met corona is het natuurlijk wel iets moeilijker om te vieren. Zeker omdat je dan ook nog voorzichtig moet zijn met de contacten. Dus ik denk dat het er eerder rustiger aan toe gaat gaan. Ik denk een deel bij mijn vriendin en een deel bij mijn dichte familie thuis. En dan misschien dat we dan... andere familieleden wel eens gaan bezoeken, maar natuurlijk dan wel de voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Jammer genoeg. Ja, je zegt al, normaal is het wat drukker bij jullie. Jouw vader is natuurlijk Nigeriaans. Ja. In hoeverre komt dat terug in de manier waarop je kerst viert? Niet echt terug. Om eerlijk te zijn, weet ik niet echt hoe dat ze kerst vieren terug in Nigeria. Maar ik denk dat het ook in Nigeria eigenlijk vergelijkbaar gaat zijn met hier. Dat je familie gaat bezoeken en het is eigenlijk ook een periode van samen zijn. Dus ik denk dat primeert. En ga je dan bijvoorbeeld spelletjes doen samen of gewoon gezellig eten? Ja, dan eten we, dus ik denk mijn moeder kookt dan meestal. En dan eten we gezellig samen, dan kijken we misschien een film samen of doen we gezelschapsspelletjes samen. Dus ja, wordt er ook heel veel bijgepraat normaal. Maar, ja. Als een hele grote familie bij elkaar komt nu, heb je misschien al iets minder om te vertellen, omdat je de dichte familie wel vaker ziet. Maar het is gewoon een periode van samen zijn. Ja. Dat is wel leuk, ja. En staat de kerstboom bij jou en David al? Hij staat niet bij ons thuis, maar mij thuis in Leopoldsburg wel terug. Ja, nou, 2021 is natuurlijk bijna ten einde. Wat voor plannen heb je met het nieuwe jaar? Wat ga je doen?
Om eerlijk te zijn heb ik het nog niet echt iets gepland. Zeker ook omdat, denk ik daar straks ook zei, met corona, je weet niet goed wat kan, wat mag, wat is veilig, zeg maar. Dus ja. Ik zal een beetje kijken, waarschijnlijk ga ik ook gewoon met mijn vriendin en familie zijn. Sowieso dus, terug naar België waarschijnlijk. Ja, ja, dus de kerstdagen of de feestdagen zal ik wel gewoon in België zijn. Heb je goede voornemens voor 2022? Goede voornemens? Gewoon proberen gezond te blijven. Vrij van blessures. En ja, gewoon proberen elke dag te ontwikkelen. Als mens, maar ook als voetballer. En waar bijvoorbeeld, kan je een voorbeeld noemen, waar zou je nog in willen ontwikkelen? Als voetballer of als mens? Beide. Als voetballer gewoon nog completer worden. Zeg maar gewoon verdedigend, aanvallend. Op alle vlakken eigenlijk zeg maar beter worden. En als mens, ja, gewoon proberen te genieten van elk moment. Ik denk dat in de rapte van de dag nog wel eens vergeten wordt. Dus ja, ik denk gewoon proberen te genieten van elk moment. En elk moment ook gewoon te appreciëren. Dus, ja, en dan tot slot, dus, je krijgt natuurlijk even vakantie voor iets meer dan een week, geloof ik. Ja, ongeveer, denk ik, 10 dagen, 9 dagen. Wat doe je dan naast het vieren van de feestdagen? Bijvoorbeeld, probeer je juist even helemaal niet bezig te houden met voetbal? Of ga je juist Premier League kijken op Boxing Day? Is moeilijk te zeggen nu eigenlijk. Ik weet niet, ik ga sowieso mezelf wel bezighouden. Dat ik ook terug fit hier aankom. En dan ja, is het ook een beetje tijd voor de familie, ook een beetje zeg maar disconnecten van het voetbal. Tijd voor familie en vrienden. Maar ook niet 100% natuurlijk, want ja, de terugronde is ook heel belangrijk. Dus, nee, precies. Dus qua werk gerelateerd ga je nog wel gewoon hardlopen. Ja, hardlopen, fit te blijven. Maar qua voetbal zien hoef je even. Ja, dat hoeft niet heel de tijd. Dus, misschien dat ik wel eens een leuke wedstrijd probeer mee te pikken, maar het is niet zeg maar het belangrijkste om dat te doen.